De sfeer van Westerbork is die van een filmstad. Kunstmatig, surrogaat. Dit is de geschiedenis van een film waarvan één fragment wereldberoemd is. Een scène van 7 seconden. Het meisje tussen de wagondeuren. Na de oorlog zal ze uitgroeien tot het beeldmerk van de systematische vernietiging van mensen. Die 7 seconden maken deel uit van een veel langere film van 1,5 uur. Veel minder bekende beelden. Allemaal opgenomen hier in doorgangslager Westerbork. Geeft die film een goed beeld van hoe het er hier aan toe ging? Of waren de Joodse kampgevangenen niet meer dan figuranten in een geromantiseerd drama? En wat weten we van de makers? Verreweg het meeste filmmateriaal is niet eerder vertoond in de talloze programma's en films die over de oorlog zijn gemaakt. Omdat de scènes vragen oproepen. Ze bevestigen niet het beeld van een ellendig kampleven, maar laten juist opmerkelijke bedrijvigheid zien en onverwachte vrolijkheid. Geen van de acteurs gaat zichtbaar gebukt onder het leven in Westerbork. 2 Duitsers spelen de hoofdrol bij de productie van deze film. Fotograaf Rudolf Breslauer en politieman Albert Gemmeker. De film is als het ware het kruispunt van hun levenslopen. Breslauer als cameraman en Gemmeker als opdrachtgever. Allebei Duitsers. Alleen is Breslauer gevangene hier in het kamp en is Gemmeker de commandant. En dat zal uiteindelijk bepalen hoe hun levens weer uiteen zullen gaan. SS-Obersturmführer Gemmeker bestiert het kamp hier vanuit deze woning. Het enige overblijfsel dat er nog is. En de Joodse kampgevangene Breslauer zal hier herhaaldelijk over de vloer komen. Rudolf Werner Breslauer komt uit Leipzig en hij is 3 jaar ouder dan Gemmeker. Hij is fotograaf. Hij heeft de Academie voor Kunstfotografie gevolgd. Samen met zijn vrouw, Bella Weissman, heeft hij 3 kinderen. 1 dochter en 2 zoons. Ursula, Stefan en Misha. De familie Breslauer ontvlucht de nazi-terreur in Duitsland en komt terecht hier in Nederland. Begin 1942 vorderen de Duitsers de woning van de Breslauers in Utrecht en moeten ze zich melden in Westerbork. Als Gemmeker hier aantreedt als commandant, is Rudolf Breslauer al meer dan 1,5 jaar de kampfotograaf. Meestal als mensen binnenkwamen werd gevraagd welk beroep dat ze hadden. En op die manier is het waarschijnlijk ook gebeurd dat hij de opdracht kreeg om foto's te maken. Pasfoto's, portretfoto's van de ingekomenen hier in kamp Westerbork. En er is een brief van zijn moeder waarin daar ook naar voren komen, waarin zij er ook aan refereert. Dan heb je het over maar de herfst van 1942, dat hij de 1300 per dag maakt. En het bijzondere is dat geen van die foto's er meer is. Van het gezin Breslauer kan alleen Ursula navertellen hoe het was. Ze was 10 toen ze hier aankwam in Westerbork. Tegenwoordig heet ze Ganita Moses en woont ze met haar familie in Israël. Van het hele gezin is zij de enige die het heeft overleefd. Rare gewaarwording. Als je dit zo ziet natuurlijk. Ja. En waar wij hier lopen, want dit is de afscheiding tussen het kamp, ja. Binnen en buiten. Dus hier voorbij de slagboom, kwam u daar ooit? Ja, doordat vader met de commandant in verbinding stond. En ik een maand in het ziekenhuis had gelegen met klierkoort en erg verzwakt was, heeft vader vergunning voor mij gekregen dat ik buiten het kamp mocht gaan wandelen om aan te sterken. Dus u bent hier wel binnen en buiten? Ja. Ja.
U bent hier nooit geweest in de oorlog? Nee, natuurlijk niet. Ik had hier niks te zoeken. Ja. Dus voor het eerst dat u dit hier ziet? Dit is de plek waar uw vader wel vaak is geweest. Mijn vader is vaak geweest hier. Maar ik nooit. En wat kwam die doen hier dan, uw vader? Mijn vader werd geroepen door Gemmeke. Dat er hier nog andere officieren waren. Of dat hij met zijn vriendin gefotografeerd moest worden. En dan was het 's avonds om 8 uur, 9 uur, 10 uur. Dan moest de volgende ochtend om 8 uur moest hij die foto's hebben. Dus dan ging vader 's nachts nog op die foto's ontwikkelen en vergroten. En dat was allemaal nachtwerk. En dan de volgende ochtend om 8 uur moest hij hier komen die foto's afgeven. Ja. Dat was vaak gebeurde dat ook. Dat er ook in de grote zaal dat Gemmeke een feest gaf, een joelfeest of wat dan ook. En dat daar gefotografeerd moest worden of gefilmd moest worden. Albert Gonrad Gemmeke komt uit Düsseldorf en is politieman. Hij werkt voor de Gestapo. En als hij 30 is, meldt hij zich aan bij de SS. Als hij in oktober 1942 wordt aangesteld als kampcommandant in Westerbork, zit Breslauer en zijn gezin al meer dan een half jaar vast hier. Gemmeke betrekt deze dienstwoning samen met zijn secretaresse en maîtresse vrouw Hassel. Hij wordt omschreven als hard, maar ook als charmant. En hij is ijdel. En dat zou wel eens een reden kunnen zijn geweest waarom hij deze film heeft laten maken. Hij wordt wel door overlevenden. En dat is eigenlijk een begrip wat je ook wel tegenkomt in documenten die in het kamp al zijn geschreven als een gentleman boef. Een boef, omdat hij een nazi was, een SS'er was, kampcommandant van Westerbork, die ervoor heeft gezorgd dat zoveel mensen werden gedeporteerd. Maar tegelijkertijd was het iemand die dat heeft gedaan op een wijze dat, en vanuit nazi-optiek gezien, was hij de perfecte persoon op deze plek. Want hij heeft ervoor gezorgd dat het eigenlijk op een ongelooflijk geoliede wijze is gebeurd. Opstanden zijn hier niet voorgekomen. Tegenstand kwam eigenlijk niet voor. Het ging allemaal op een manier die vanzelfsprekend was. Ik kan het me moeilijk voorstellen dat ik hier sta nu op de plek waar vader zo vaak geweest is. Maar ik kan het niet, eigenlijk niet onder woorden brengen wat het... Er roept een heleboel gevoelens om op. Ja, wat dacht u eigenlijk als u die zag lopen in het kamp, Gemmeke? Wat... Ik zag hem langs. Ik geloof niet dat hij veel in het kamp kwam. Nee? Ik geloof het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Maar u heeft hem wel eens gezien natuurlijk. Ik kan hem me niet herinneren. Nee? Waarschijnlijk wel gezien, maar ik kan hem me niet herinneren. Ik was overdag, als hij misschien overdag wel in het kamp was, dan was ik aan het werk. Dus ik kwam hem ook niet tegen. Ik heb alleen over hem gehoord en hoofdzakelijk door vader over hem gehoord. En wat zei vader? Vader vertelde ook niet veel. Ja. Hij hield afstand van de Joodse gevangenen, maar tegelijkertijd sprak hij ook wel over mijn Joden. Om daarmee aan te geven van het zijn mensen die zolang ze onder mijn hoede zijn, zal ik ze op een goede manier proberen te behandelen. Dus je ziet ook geen klachten hier over moorden, helemaal geen moordende SS'ers, maar overslaande of schreeuwende SS'ers. Het was dus een heel bewust beleid van hem om, en dat was het doortrapte natuurlijk ook wel in het hele systeem en ook in de persoon van hemzelf. Wat was Breslauer voor een man? Ja, van Breslauer weten we wat minder. Het was in elk geval, kun je zeggen, een hele
professionele fotograaf. Een hele, hele bescheiden, op de achtergrond verblijvende man, die zich niet zelf op de voorgrond stelde. En die gepoogd heeft, denk ik eigenlijk wel, om op deze manier ook zijn gezin een veilige haven hier te bieden. We hadden thuis een laboratorium om zelf de foto's te kunnen ontwikkelen. Daar heb ik vader vaak bij geholpen. Ja, hoe ging dat dan? Wat mocht u dan doen? Film wordt ontwikkeld en daarna afgespoeld. Na het ontwikkelen mocht ik de foto's afspoelen. Daar had je pakken voor met water. Van alle beelden is de perronscène de enige waarin fotograaf Breslauer zijn opdrachtgever Gemmeker ook filmt. De kampcommandant aan het werk. Toezichthouder op een ordentelijke gang van zaken van het wekelijkse transport op dinsdagochtend. Gefilmd door de cameraman die hoopt dat zo'n treinreis zijn gezin bespaard blijft. Konden die twee mannen, hoe raar dat ook klinkt, het goed met elkaar vinden of weten we er helemaal niks van? De contacten die Gemmeker had met de Duitse Joden in het kamp waren over het algemeen goed. Het bizarre natuurlijk dat je kunt zeggen, want hier zie je eigenlijk in deze beide mannen zie je dat de rare Duitsland uit de 20e eeuw, uit de jaren en dan bijzonder in de jaren 20 en 30. Aan de ene kant dat nationaal socialisme met een enorme aanhang en aan de andere kant een even gewone Duitser, net als die Gemmeker dat was ook een Duitser, was Breslauer ook een Duitser. Alleen in dat geval, op dat moment, had hij de pech dat hij iets was waar hij zichzelf misschien nooit bewust van was geweest, maar dat hij door die andere partij, de nazi's, als Jood werd bestempeld en daardoor in een positie kwam waardoor hij en al die anderen die dat waren, hun leven niet meer veilig waren. Wat vertelt het beeld dat Breslauer ons nalaat in zijn filmtestament? Eigenlijk zou je daarvoor een betrouwbaar commentaar moeten hebben. Het is niet met dat doel geschreven, maar het commentaar vind je eigenlijk in dit indringende verslag. Het minutieuze dagboek van Philip Mechanicus in Depot. Mechanicus is een Amsterdams journalist, een Jood. Van de bezetter mag hij al snel niet meer werken voor het Algemeen Handelsblad. In 1942 wordt hij gearresteerd in de tram in Amsterdam. Hij draagt geen ster, maar hij wordt verraden. Op 7 november 1942 meldt hij zich hier in Westerbork. Op maandag 27 september schrijft Mechanicus in zijn dagboek: precies een jaar van huis vandaag. En toch is de tijd als een film, als een afgrijzelijke maar boeiende film voorbij gegaan. Ik heb de film niet gezien als toeschouwer in een gemakkelijke fauteuil, maar als medespeler die bij het spelen van zijn rol op zijn tanden moest bijten. Ik verbaas me alleen over dat ik hier nog ben. Dat ik nog niet met een van deze grote golven van mensen ben meegespoeld naar het oosten. Toeval. Mechanicus is natuurlijk een van de allerbelangrijkste bronnen die we hebben. Maar grotendeels kun je dat in beeld vertaald krijgen met deze Westerbork-film. Dus die beide passen eigenlijk ongelooflijk goed bij elkaar. Maandag 13 september. Vannacht heeft een 65-jarige vrouw in mijn barak zelfmoord gepleegd. Haar antruik voor Theresienstadt was afgewezen, zodat zij op transport moest. Haar dochter had zich bereid verklaard vrijwillig met haar mee te gaan. Ze heeft haar dochter deze opoffering willen besparen. Wat er dan gebeurt in dit kamp, dat vind je op die film absoluut niet terug. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel het meest wezenlijke geweest. Dat moment van te horen dat jouw naam op een transportlijst stond en dat je toch van hier met een volstrekt onbekende bestemming weggevoerd werd. Breslauer maakt een groot deel van zijn beelden met zo'n camera van het merk Siemens. En hij heeft daarmee een aflaat in handen, want de apparatuur is aangeleverd door een andere kampgevangene, Abraham Hammelburg, die op die manier voor elkaar krijgt dat Gemmeker Hammelburg van de deportatielijsten afhaalt. Deze camera, kent u die? Ja, dat is de camera van mijn vader. Die herkende ik meteen. Hij had verschillende camera's, maar ik veronderstel dat het de enige filmcamera is. Ik weet het niet. Maar ik herkende hem
Hij kwam er met één bekend voor toen ik binnenkwam. En de film van uw vader, hoe is dat? Om die, na al die jaren, die is er nog steeds. Wij kunnen hem nog steeds zien. Hoe is dat? Dat was de bedoeling van mijn vader. Dat er iets achter zou blijven. Een bewijs. Dat was de bedoeling. Om iets vast te leggen voor de... Lijkt mij tenminste, voor het nageslacht. Westerbork krijgt overigens grote stadsallures. Op de voornaamste viersprong van het dorp staat al sedert lang een paal met vier armen in rood en wit. Waarop staat krankenhuis, polykliniek enzovoort. De paal had ongeplaatst kunnen blijven. Niemand had er iets bij verloren. Maar de Duitser voelt zich nu eenmaal niet gelukkig als hij niet ordent. Dinsdag 6 juli. Vandaag zijn 2600 Joden op transport gegaan. Pikanterie. Onder de gedeporteerden bevond zich een broeder die verlof had gekregen om 's avonds in de Zika-barak een paar liedjes voor te dragen. Maar een heel cabaret had georganiseerd. Voor deze overtreding moest hij met zijn transport boeten. Ordnung moest zijn. Woensdag 23 februari. In de folienplukkerij hebben wij een andere zaalchef gekregen. Als een zegevierende haan verkondigde hij: dames en heren, u moet er goed aan denken. Ik houd van stilte en rust. Daverend applaus met handen en voeten. Verkeerd entree bij folienplukkers, die kooplieden, professoren, leraren en huisvrouwen zijn en hier voor spek en bonen zitten. Dinsdag 14 september, 5:00 's morgens. Vandaag is mijn vonnis geveld zonder dat ik het vooraf wist. De commandant heeft zelf de lijsten opgesteld en al dus aan mijn protector de weg afgesneden om mij nog langer hier te houden. Ik aanvaard het vonnis met grote gerustheid, in de overtuiging dat ik mijn familiegenoten en vrienden zal terugzien. Dinsdag 14 september, 's avonds. Het vonnis is niet voltrokken. Vooralsnog niet. FK? Vliegende kolonne. En wat deden die dan? Het was net zoiets als de OD, de ordendienst. Zij brachten de mensen naar de trein. Zoals ze in die wagen, in dat karretje en zo. Nou, dat is de registratie. Dat is waar uw moeder ook werkte? Ja. En dit zijn mensen die weggaan. Dit is een heel bekend stuk. Een vrouw die daar naartoe wordt gereden? Ja, ja. Met die koffer op de... Van die koffer weten ze welke transport het is geweest. Hebben ze gezien op haar koffer wat erop stond? Ja. Dat is het bekende beeld, hè? Ja. Het meisje. Het meisje dat eigenlijk het symbool is geworden bijna. Ja, dat zij symbool is voor de trainer geworden. Ja. En het is een zigeunermeisje. Het blijkt dat het een zigeunermeisje is. Ik heb hem eigenlijk nooit gezien. Ik weet niet wie Kemmerker was. Ja. Maar hier staat hij bij. Henny Dormitz is een van de figuranten. Ze is als meisje te zien op deze beelden van een protestantse dienst voor gedoopte Joden. Weer zo'n scène die vragen oproept. Een protestantse dienst waarin de kerkgangers een Jodenster dragen. Mevrouw Dormitz komt hier naartoe, naar de dienstwoning van Gemmerker. De dienstwoning waar ze in de oorlog één keer aanklopte. In de verte daar ligt de dienstwoning. Ja. Bent u daar ooit binnen geweest? Nou, binnen niet, maar ik was in het begin van dat ik hier was in Westerbork, was ik ordonnans. En dat was iemand die dan pakjes weg mocht brengen.
hier en daar. En toen op een gegeven ogenblik toen kreeg ik bericht dat ik bij de wasserij een pakje moest halen en dat ik dat naar de commandant zijn huis mocht brengen. Nou ja, dat is natuurlijk iets onvoorstelbaars, want dat lag buiten die slagbomen. Dus op het moment dat je zo'n slagboom voorbij gaat, dan denk je, ik ben in de vrije wereld. Dat is heel gek. En toen dacht ik, ik moet heel ver lopen naar dat huis. En dat was in mijn idee ook heel ver. Dus ik heb daar aangebeld en er werd open gedaan door een mevrouw. En die pakte die was aan en die gaf me een koekje. Nou ja, dat is gewoon of je zoiets bijzonders krijgt. En dan loop je terug, weer helemaal terug naar dat kamp. Maar toen ik hier later eens terugkwam, toen zag ik, dat was helemaal niet ver. Dat was gewoon oversteken. Dus daar mocht ik buiten. Nou ja, dat is gewoon het meest ondenkbare wat je je kan voorstellen. En dat is de enige keer in 1,5 jaar dat ik ooit buiten dat kamp ben geweest natuurlijk. En heeft u niet op enig moment gedacht van ik kan ook weg? Je kon zo weglopen, maar dat deed je niet. Want op het moment dat je wegliep, werden je ouders of je familie op transport gesteld. Er werden alleen maar mensen buiten het kamp te werk gesteld die binnen het kamp familie hadden. Er waren ook mensen die gingen naar Amsterdam heen en weer. Maar zodra ze niet terugkwamen, gingen ze op transport. Het kwam niet in je hoofd op. Oh ja, daar de voordeur. Nou, jij weet hier de weg, dus ga jij maar eerst. Oh. Ja, maar ik laat u voorgaan. Oké. Okay. Mensen, wat een troep, wat een troep, wat een troep. Het is niet te geloven. Dit moet een villa zijn geweest. Met uitzicht op het kamp, hè? Ja. Ja, niet te geloven. Niet te geloven dat ik hier in dat huis ben. Dat is ook iets heel speciaals natuurlijk, hè? Dat die man waar je dan alleen maar bang voor was eigenlijk. Alhoewel, ja, bang. Ik weet het niet, maar dat zo'n man hier gewoond heeft met zijn vriendin en uitkeek, dan wist dat al die mensen al de dood tegemoet gingen. Wat wij natuurlijk niet wisten. Hoe kan iemand, hè? Hoe kan iemand? Verschrikkelijk. Die Gemmeke die maakte altijd een heel erg prettige indruk nog op de mensen. Hij was nooit onaardig. Je hoort wel eens iemand dat ze iemand mishandelden. Niets gebeurde hier. Mensen werden niet mishandeld. De mensen werden keurig behandeld. Ze hebben hier alles gedaan om de mensen rustig te houden. En daardoor waren de mensen ook niet bang. Iedereen dacht op het moment dat ze ergens anders op transport gingen, de manier waarop was natuurlijk verschrikkelijk in die beestenwagens, maar iedereen heeft toch gedacht, we gaan naar een ander soort werkkamp. Niemand heeft ooit de indruk, en dat is ook nergens ooit de indruk gewekt, van jullie komen hier niet levend vandaan. Dat is de kerrydienst. Wat is dit? Dat is de kerrydienst. Kijk, hier staat mijn vriendin en dit ben ik. Met een ster op? Ja, met een ster op en een mooie jurk. In de protestantse kerkdienst? Ja. Je ziet, het leek net echt. En iedereen speelde mee of het allemaal echt was. Maar je ziet, ze gingen allemaal naar de kerk, hè? Dat is wat, hè? Je kon niet in hun hart kijken. En wij deden niets aan het geloof. Helemaal niets. Ik wist, ik was Nederlander, maar dat ik Joods was, dat heb ik pas veel later ontdekt. Mijn vader had een vriend en die was dus, zat dus in het bestuur van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Die zat ook in het verzet en die zei op een gegeven ogenblik, ik denk als jij dooppapier hebt van onze kerk, dat je dan niet weggevoerd wordt. En wij mochten komen bij een dominee en die schreef papieren uit. En op dat moment werd er wel tegen ons gezegd, van nu af aan ga je heel trouw naar de kerk. Jullie gaan naar de jeugddienst, jullie gaan over. Dat hebben we ook gedaan. We hebben dus permanent, we zijn naar de kerk gegaan. Ik kan je alle liedjes nog voorzingen als je dat zou willen. Maar dat was dus een stuk van onze redding. Maar je hield de schijn op natuurlijk dat je gedoopt was. Zelfs mijn beste vriendin, denk ik, dat we het nooit tegen elkaar gezegd hebben. Want zoiets mocht natuurlijk nooit uitleggen. Wat denkt u als u de beelden die u heeft gezien van die film van Breslauer terugziet? Wat denkt u dan? Ja, wat, nou ja,
Het was natuurlijk in de eerste instantie, toen we dat hoorden, was natuurlijk heel belachelijk. Toen zeiden we, nou, dan staan we daar in dat koor te zingen. Hè, hoe deden we dat? En met wie stonden we daar allemaal? We hebben echt, ja, dat is een hele gekke ervaring. Maar dat er verder veel gefilmd was, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, ik geloof op een gegeven ogenblik is daar in de ronde gefilmd. Maar je ziet toch dat ze een bepaalde sfeer hadden daar. Hè? Dat de mensen die dus niet direct op transport moesten, die hadden toch het gevoel, dit is uit te houden. Ja. Ja, dat ziet er bijna uit als gewoon leven. Ja, nee, daarom zeg ik, het was allemaal... Nee, meneer. Kruif doet het beter. Zondag, 30 mei. Voetbalmatch bijgewoond, door vele Joden bezocht. Op Appelplaats. Goed spel. Vieze stank van de latrines in de heide. Door de wind overgebracht. Pestilent. Vandaag een hele komkommer gehad. Niet echt een speelfilm, maar ook geen documentaire. En incompleet. Want waarom zijn er bijvoorbeeld geen beelden te zien van de woonbarakken? Zijn die nooit gemaakt? Zijn ze zoek geraakt? Of zijn ze zoek gemaakt omdat de werkelijkheid gewoon te gruwelijk was? Er zijn scripts, montagescripts ook, die dus zijn gemaakt nadat de opnames zijn gemaakt. Daar wordt gesproken en geschreven over filmbeelden die wij niet kennen. Dus er is, ik denk dat je moet zeggen dat er meer is gefilmd dan wat wij nu hebben. En er kunnen twee dingen het geval zijn. Of die zijn in de loop der tijd zijn die verdwenen. Op wat voor manier dan ook. Kapot gegaan, weggegooid. De meest rare dingen zijn er toch gebeurd. Of ze bevinden zich nog ergens. Maar dan is de vraag waar. De conclusie moet zijn dat cameraman Breslauer met zijn film een waarheidsgetrouw beeld van kamp Westerbork heeft nagelaten. Een betrouwbaar beeld, maar wel van een schijnwerkelijkheid. Een georganiseerde schijnvertoning onder regie van Breslauers opdrachtgever, SS-kampcommandant Albert Gemmeker. Soms werd je geopereerd hier door de beste doktoren en als je dan genezen was, je mocht weken in het ziekenhuis liggen en als je genezen was, ging je op transport. Dus kan je rekenen hoe ze dat schijn, die schijnwereld, ik noem het meer, dit was een schijnwereld. Dat beeld gaf hij van, wij nazi's, wij Duitsers hebben het beste met jullie voor. En als we het hier doen, als we jullie beter laten worden in het ziekenhuis, want dat was een groot ziekenhuis hier, en we doen alle mogelijke moeite om je beter te maken, dan kun je begrijpen dat we dat doen om je daar elders te laten werken. Maandag 2 augustus. De sfeer van Westerbork is die van een filmstad. Kunstmatig, surrogaat. Vanmorgen een nieuwe sirocco. De vliegenplaag is ondraaglijk. Ze zwermen om de open wc's. Dysenterie komt veel voor. Men noemt het verzachtend buikloop. De film over het geolied marcherende doorgangskamp Westerbork zal nooit worden voltooid. In feite beschikken we over, in vakjargon, ruwe beelden. 11 filmspoeltjes met losse fragmenten, gedraaid om later tot een samenhangend verhaal te monteren. Het verhaal van het leven in doorgangskamp Westerbork. Waarom zou de kampcommandant dat hebben kunnen willen? Waarom wil je een film maken van hoe het er hier aan toe ging? We komen langzamerhand in de fase, dus voorjaar, zomer van 1944. Dan zitten we in de fase dat eigenlijk Nederland langzamerhand, zoals de nazi's dat noemden, Judenrein is. Dus de gewenste aantallen Joden zijn uit Nederland verdwenen. Waarmee dus ook de betekenis van kamp Westerbork in wezen of een andere zou worden of zou verdwijnen. Dat kamp had zijn functie gehad en kon dus eigenlijk opgeheven worden. En heeft u een idee dat uw vader bewust iets heeft willen laten zien met die film? Misschien dat Westerbork zo slecht nog niet was. Ik weet het niet. Want dat is eigenlijk wat Gemmeker natuurlijk ook wilde laten zien. Gemmeker wilde laten zien dat hij zo goed werk doet. Dat hij niet naar het oostfront moet gestuurd worden. Dat Westerbork blijft bestaan. Voor hem. En het zou kunnen zijn
dat om die reden Kemmeker ook de opdracht heeft gegeven om een film te maken die hij zijn superieuren in Berlijn zou kunnen laten zien. Om te laten zien van kijk eens, dit kamp heeft ook een andere betekenis. Namelijk een economische betekenis. Een betekenis voor de oorlogsindustrie. En dat zou verklaren dat er zo ongelooflijk veel opnames in zitten over allerlei bedrijfsmatige activiteiten in het kamp. Wat is de waarde op dit moment van de beelden die we kennen? Die is ongelooflijk groot. Dat is niet alleen voor Nederland, maar dat is eigenlijk internationaal. Dit zijn de enige beelden die daadwerkelijk in een van de duizenden kampen die de nazi's hadden, zijn gemaakt ten tijde van dat die kampen functioneerden. Filmproducent Kemmeker en zijn cameraman Breslauer. Een samenwerking die onmogelijk stand kan houden, gezien de werkelijke rolverdeling van cipier en gevangenen. Lange tijd zorgt het film- en fotografiewerk van Breslauer ervoor dat hij en zijn gezin niet op de deportatielijsten komen. Tot het najaar van 1944. Dan wordt het hele gezin op de trein gezet. Net zoals al die mensen die Breslauer zelf ruim een half jaar daarvoor heeft gefilmd. Op het perron. Op dinsdagochtend. Toen uw gezin op transport werd gezet, heeft u een idee waarom dat was? Want uw vader deed al dat film en al dat fotowerk voor Kemmeker. Er mochten, ik weet niet meer, 200 mensen, ik weet niet meer hoeveel mensen er in Westerbork mochten achterblijven. En mijn vader had de keus of zelf achter te blijven, zonder gezin, of met het gezin mee te gaan. Nou, en die keus was vrij duidelijk. Waarom, weet ik niet. Waarom Westerbork leeggehaald moest worden. Breslauer met zijn gezin, allemaal, al die belangrijke mensen hier in het kamp gaan op transport in. Met twee hele grote transporten in september 1944. En dat heeft te maken met het feit dat de beslissing is gevallen dat de functie van kamp Westerbork ophoudt te bestaan. Ik heb mijn vader in Theresienstadt goeiedag gezegd aan de trein. Moeder kon het niet opbrengen. Die wist het, ik weet het niet. En ik ben samen met mijn moeder en mijn broertjes naar Auschwitz gestuurd. En we zijn daar samen de trein uitgestapt. En dan moest je in rijtjes van 5 lopen. We liepen met z'n 4. Moeder aan de ene kant, mijn 2 broertjes en ik. Toevallig liepen we op zo'n manier. En naar links gingen op de auto's en naar rechts gingen lopen, ergens naartoe. En wij komen voor die SS-man. En moeder zegt, ja, maar zij is nog klein, laat zij met ons meegaan. Nee, zegt hij, zij kan lopen, jullie gaan op de auto en zij kan lopen. En we zijn zo zijn we, zonder dat ik moeder nog een dagzoen heb gegeven, zijn we zo uit elkaar gekomen. Dagboekschrijver Philip Mechanicus wordt al gedeporteerd in maart 1944 als Breslauers film nog volop in de maak is. Hij wordt uiteindelijk in Auschwitz vermoord. Een van Mechanicus' laatste dagboeknotities, geschreven in Westerbork. Dinsdag 25 januari. Bij vliegende storm en gutsende regen is een transport van 1000 man naar Auschwitz vertrokken. Weer in beestenwagens. Nog altijd weet men niet wat er met de gedeporteerde Joden in Polen gebeurt. De hoop wisselt af met de vrees. Waar gaan we heen? Wat is ons lot? Wat onze toekomst? Hoe anders dan Breslauer vergaat het Kemmeker. Die overleeft de oorlog, ruimschoots. In 1949 verschijnt hij voor de rechter in Assen. En hij wordt veroordeeld tot een relatief lichte gevangenisstraf van 10 jaar. En de film speelt nog een rol in dat proces. Kijk, alles komt weer terug op dat ene punt. De vraag, wist Kemmeker wat er gebeurde met mensen die van hier werden gedeporteerd? Denk het vast. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet wist. Behalve wij. Ik bedoel, ik geloof dat ze het in Engeland al wisten in 1942. Ik bedoel, men wist het. Niet te bewijzen viel dat hij wist, dat hij zou kunnen weten dat
het geen werkkampen waren in Oost-Europa, maar concentratie- en vernietigingskampen. Op een gegeven ogenblik, en dat herinner ik me nog wel, we waren in Theresienstadt. En toen kwam mijn vader thuis, of thuis, wat heet thuis. En die kwam naar ons toe en die zegt, ik heb gehoord dat er in andere kampen vergast wordt. Nou ja, we hebben gezegd, waar heb je het over? Wat bedoelen ze daarmee? Dus kan je rekenen, toen was het al eind 44. We hebben toch niets geweten? Zou Breslau het hebben geweten? Het zou mij verbazen als Breslau niet in het diepst van zijn wezen heeft geweten van wat er daadwerkelijk met de Joden gebeurde. Ja, ik denk het wel. Mijn vader had nog contact met een vroegere vriendin van hem, die ook in Westerbork terecht is gekomen met haar man. En haar dochter. En haar ouders kregen oproep om te gaan. En zij vroeg zich af of ze zich ook zou melden om met hun mee te gaan. Toen heeft vader Gemmeke gevraagd of zij haar ouders kan helpen als ze naar het oosten gestuurd worden. En die heeft vader kennelijk toen opgeklaard. Vertelt wat er gebeurde in het oosten? Hij heeft in ieder geval verteld dat ze niet mee met hun ouders, met haar ouders mee moet gaan. Wat hij precies verteld heeft, weet ik niet. Maar het bleek wel daaruit dat vader wist wat er gebeurde in Auschwitz. En Gemmeke wist het dus ook? Gemmeke wist het ook. Ik heb aangenomen dat die Leute die op transport gingen in ein gleiches Kamp kamen wie die, die bei mir bereits waren, so wie in Westerbork. Het feit, verdachte, dat u die film hebt laten maken, bewijst wel dat u niet onder indruk was van het dieptreurige lot van deze mensen. Jawohl, gerade, Herr Präsident. Juist wel. Ik wollte eben alles haben, auch das Traurige, damit mir nicht gesagt werden konnte, dass ich nur die bessere Seite des Lagers hätte aufnehmen lassen, die Revue, den Sport und so weiter, doch auch die Traurige. Was de film niet bestemd voor uw superieuren? Nein. En dan kom je dus op het speculatieve dat je zegt van ja, moet iemand in die functie met vele contacten die hij ook in Den Haag, in Amsterdam, maar ook in Berlijn had, moet hij daar geen weet van hebben gehad? Ja, het viel in elk geval juridisch niet te bewijzen. En dat was de reden waarom dat hij dus een vrij lichte straf kreeg in combinatie met dat hij als een keurige kampcommandant hier heeft gefunctioneerd. Een keurige kampcommandant. Je zou bijna vergeten dat van alle figuranten in de film de overgrote meerderheid een jaar later niet meer leeft. Net als de filmmaker Rudolf Breslauer, zijn vrouw en twee zoontjes. Zijn dochter Ganita wordt gered en woont na de oorlog eerst bij haar oma, die ook terugkomt uit Theresienstadt. Het gezin van Henny Dormitz haalt de bevrijding, vooral dankzij de valse doopapieren. Wij zijn nooit gelovig geweest, ook niet joods gelovig. Maar dat protestanten, dat was natuurlijk maar een formaliteit. Maar het heeft wel ons leven gered natuurlijk. En dat zal ik nooit vergeten. En Albert Gemmeke, die komt na 6 jaar vervroegd vrij wegens goed gedrag. Tot zijn dood in 1982 leidt hij een teruggetrokken bestaan in Düsseldorf. Het is onvoorstelbaar dat zo iemand nog zo makkelijk heeft door kunnen leven, maar er leven nog zoveel door die slecht zijn geweest in de oorlog. Van wat er allemaal gebeurd is, is hier op het kampterrein niet zo heel veel meer te zien. Nou ja, wat tastbaar is, is natuurlijk de dienstwoning van Gemmeke en de film van Breslauer.